De social media conferentie die afgelopen maandag virtueel is begonnen, is gisteren afgesloten met een fysieke drive-through. U krijgt een verslag van collega Sifra Goudland vanuit de parking van Royal Terrarica. En het einde wordt gevierd met een drive-through event, waar mensen hun certificaat kunnen ophalen. En ik heb ook begrepen, een goodie bag. Zoals je hier naast me ziet, ga ik een gesprek hebben met de directeur van Ineffable, degene die de social media conference heeft georganiseerd. Jean-Luc, hoe was het? Je eerste Listrum. The first anniversary. Het was een heel, heel bijzondere ervaring. Kijk, we doen het wel voor de vijfde keer. We doen het voor de tweede keer digitaal, maar ik moet zeggen, het was toch weer anders. We hebben dit jaar gezegd, we brengen het terug, weer terug naar 3 dagen, zoals we het laatste jaar hebben gedaan, dat we het fysiek hebben gedaan. En we hebben de simultane sessies teruggebracht. Dat was even tricky, want technisch moet dan ook alles in orde gemaakt worden. Maar dat men ook naar 2 sessies tegelijkertijd kon luisteren. Maar wat ook echt nieuw is, is dat we echt partnerschappen hebben nu met buitenlandse organisaties die ons helpen met sprekers aandragen, die ons helpen om de juiste fit te vinden, de juiste onderwerpen. En dat heeft het toch wel weer een extra tintje gegeven. Jean-Luc van Charante is van mening dat er naar de positieve kant gekeken moet worden van social media in Suriname. Ineffable NV heeft 5 jaar terug de stap en een kans genomen om een conferentie te houden waar social media ter sprake komt. Nu daar COVID-19 de wereld in zijn ban heeft, is er veel veranderd, zegt van Charante. Want wat we niet moeten vergeten, terwijl de fysieke wereld behoorlijk heeft geleden aan COVID, heeft de digitale wereld een gigantische sprong gemaakt. En die sprong moeten wij ook meenemen. En natuurlijk zijn er uitdagingen. Een van de uitdagingen blijft, dat is ook weer naar voren gekomen. Hoe regelen we de betaalsystemen? Maar op het moment dat de technologie het zodanig mogelijk maakt dat de nieuwe betalingsmogelijkheden er zijn, in de vorm van of dat nou cryptocurrencies of op een andere manier is, dan moeten wij daar ook als samenleving op voorbereid zijn. En we moeten ook beseffen dat het voor Surinamers makkelijker dan ooit is om geld te verdienen in de rest van de wereld en in het buitenland via het internet. En ik denk dat daar ook wat heel wat deuren zijn opengegaan tijdens deze conferentie. Kijk je tevreden terug de afgelopen 3 dagen? Ik kijk uitzettend tevreden terug, met name het programma, met name de sprekers. Dat was gewoon voor ons heel erg goed. Heel goede feedback. We hebben zelden zo snel zo positieve feedback gehad over de sprekers. Wat ook sterk was, was de interactie. Van Charante merkte nog op dat het opvallend is dat er een grotere groep van young professionals aanwezig was tijdens de conferentie. De groep van 45-plus is toch van mening een fysieke conferentie bij te wonen. En die mogelijkheid zal weer bekeken worden als COVID-19 onder controle wordt gehouden in Suriname.